We staan hier voor de museumfabriek waar zometeen de grootste opening van Transit Oost gaat plaatsvinden. Transit Oost dat geëvalueerd is, mag ik bijna wel zeggen, vanuit het Goldstation. Het is geëvalueerd tot een volwaardig interactief museum met zelfs een extra spoor waar commerciële instanties als Arriva hun treinstellen kunnen nakijken of repareren. En dat is allemaal mogelijk gemaakt, natuurlijk dankzij een fanatiek bestuur, maar even fanatieke of misschien nog wel meer fanatieke medewerkers en met steun van gemeente en provincie. De formule is natuurlijk volgens mij redelijk bijzonder in Nederland. Het is het heden en het verleden echt met elkaar verbinden. We hebben natuurlijk een oude trein, we hebben oude bussen. Maar zoals al een aantal keren gezegd, er zijn vervoerders die hier met nieuwe treinen binnenkomen. Dus dat zal niet altijd zijn, maar museumbezoekers die kunnen het geluk hebben naast de oude ook een nieuwe trein onder andere te zien. Onderhoud is makkelijk hier. 'S nachts staan hier treinen. Als er iets kleins is, kan het hier gemaakt worden. Maar we hebben ook regelmatig dat er toch verbeteringen in die trein. Binnenkort moeten we een nieuw beveiligingssysteem. Nou, dat kan allemaal prachtig hier in de rust. En de normale onderhoud in Zutphen kan gewoon doorgaan. Nou heeft jullie eerste man, Remco Heijink, heeft zojuist een koninklijke onderscheiding gekregen. Heb je nou het idee dat dat ook een beetje afstraalt op jullie als vrijwilligers? Ja, echt. Kijk, wat hij heeft gekregen, ook terecht. Hij is altijd voorzitter van ons geweest. Ik ben bij de HSA altijd penningmeester geweest. Samen hebben we dus eigenlijk heel veel door diepe dalen en hoge bergen gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, ja, we hebben het eigenlijk samen gedaan. Maar Remco heeft dat ook verwoord. Dat het ook voor ons geldt. En dat klopt ook wel. Dat voel ik ook zo wel. En die nieuwe trein, bijvoorbeeld van Arriva, geeft natuurlijk ook de nodige financiële mogelijkheden. Hoe is je dat gelukt? Gelukkig ken ik de adjunct-directeur Reel van Arriva persoonlijk wel goed. Dus we hebben eens een keer aan tafel gezeten en onder een bak koffie er eens over gebrainstormd. Ja, uiteindelijk is het zover gekomen dat we goede afspraken met in dit geval Arriva hebben kunnen maken. Diepe dalen, maar vandaag is een hele hoge berg. Dit is voor mij ook een... Sorry. Diepe dalen, maar vandaag is denk ik een hele hoge berg. Ja, dat is voor ons een hele hoge berg. Ja.